Het fijne van de triggers van Profoto, dus de RTTL trigger, is dat je alles kan bedienen. Je kan de lampen aan en uitzetten, je kan plus en min, het modellicht aan en uitzetten. En je ziet het ook in het display. Je ziet ook wanneer je een tiende of een hele stop naar beneden bent gegaan en met je koppen de A, B, C. Dan heb je een iets andere, die is niet digitaal. Dat is de Air Remote, ook erg fijn. Geen TTL, geen display, maar je kan hem wel allemaal bedienen. Vervolgens ga je dan naar de normale Air Remote. Die past op alle camera's. Dus gewoon één contactje. Dus daar hoef je niet te denken van, past die wel op mijn Nikon of past die op mijn Canon of op mijn Sony. En dan heb je natuurlijk ook nog de Connect. Heel fijn, klein rond triggertje. Op manueel of op automaat. En hij is te bedienen via je smartphone. Dus erg leuk. En TTL-functie.